Fresco het Josje is vandaag uit en het is een boek vol met inspiratie op vlak van mode en fashion. En vooral mijn kijk erop en vooral een aanmoediging naar andere mensen om ook eens wat te proberen. Josje is altijd met mode bezig, altijd. En soms komt ze met iets aan en ik denk, oh, wat heeft ze nu aan? En dan 3 maanden later is het een trend, toch? Ik was juist aan het zeggen dat je soms met iets aankomt dat ik denk, oh my god, en dan 3 maanden later is het een trend. Dat is wel waar, hè? Ik weet het niet, ja. Ik doe maar wat, hè. Maar dat is het hem juist. Ik ben met mijn ploeg naar Tokio gegaan om daar eigenlijk vrijwel alle beelden en ook de cover te schieten. Dat was een beetje een race tegen de klok. We moesten heel veel doen, we hadden heel weinig tijd. En ik moest me vaak gewoon op straat omkleden. En ja, dat was wel een uitdaging om dat te fixen, maar super tof. Ik vind dat Josje een hele uitgesproken stijl heeft. En dat ze dat zelf gewoon vol zelfvertrouwen draagt. En dat vind ik heel mooi aan haar. En ik vind het ook mooi dat ze in haar boek schrijft dat iedereen mag dragen wat hij wil, zolang je dat maar met passie draagt. Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ja, Josje heeft haar eigen stijl, maar dat mag natuurlijk. Hè. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Josje heeft een heel toffe stijl voor zichzelf. Ik zie mij niet in alles rondlopen, maar wat ze vooral mij heeft geleerd van draag toch gewoon lekker waar je je goed in voelt. En dat is voor iedereen een gouden tip.